kostgrondje. Heb je? Komt er ook al op hoor. Kostgrondje. Ja. Volgend jaar is het vol met groenten, bananen en alles. Ja, aubergine, antroa, okro. Ja. Ik moet er even van, ja, die dingen groeien. Citrus hebben we ook geplant. Ben je daar ben? Ben ik al een kuversie? Achterin. Oh ja. Hij is de landbouwer. Ja, hij is de landbouwer. Ja joh. Wel in de natuur, gezellig, gezond hoor, dan de stad hoor. Ja, ik vind de stad is te druk, te veel uitlaatgassen. Dit is het gezonde. Dus ik kom hier wonen hoor, ik ga hier een huis bouwen. Ed, we gaan hier een huisje bouwen. Zo, dat is een groenhartboom die in de bloei staat. Ja? Dan ga je filmen, ja? Dan ga je filmen, ja? Ze gaat mandarijn plukken op haar veldje. Ze heeft heel veel mandarijn. Oh, oh, er is ook een hond. Er is ook een hond. Wanneer kan je naar Wolion? Is je man gaan? Oh, het heeft veel dingen, hè? Kijk, het heeft veel. En maar heeft die beestjes. Het veld vol met mandarijntjes. Vol met mandarijn. Allemaal fruitbomen. Ze zijn mandarijn aan het plukken. Nou. Ja. Uit. Hè? Ja? Okay. Waar is dit eigenlijk, Ben? Houttuin. Houttuin, oké, ja. We zijn nu op Houttuin. Bij Magher. Bij Magher. We zijn nu op Houttuin. Houttuin, bij Magher. Ja. Ik ben gewoon film toch? Ja, voor de plantjes. Maar het zong is kein. Als je abat en
Nou, allemaal mooie bloemen. Ja. Zo, dat is mijn vlog. Vlog van 1 februari 2020. Ik heb een paar jaar geleden. 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 Ik heb een paar Jozef. Jozef, oh ha. Nou, dat is een. En ik sta tussen de koeien. Het is mijn vlog. Nou. Het is tropisch Suriname. Mijn vader zei altijd dat het een Suriname paradijs is met al het groen. Het staat tussen de groene bomen. Er is zoveel groene. Ja, allemaal mangobomen, allemaal fruitbomen. Dan heb je de koeien. Een grote koe. Zo, die is wel eng. Kijk zijn koppie. Nu ga ik naar Marta. Ik zal het brugje hier lopen. Ga ik even naar Marta. Oké, ik ben al in Suur, gisteren goed aangekomen en nu ben ik ready om te gaan naar Komowijnen. En die broer van mij, die moet mij wegbrengen. Straks, vandaag hebben ze Chinese nieuwjaar, maar ja, ik vier geen Chinese nieuwjaar. Nou, dat is een stukje van Suriname, de zon schijnt. Gisteren was het 30 graden, hartstikke warm. We hadden wel een goede vlucht met allemaal lieve mensen en vrienden leren kennen.
iemand die op het consulaat werkt in Jakarta. Dat was wel leuk om haar te leren kennen, hoe we elkaar telefoonnummers verwisselen. Misschien wil ik een keertje naar Jakarta gaan, samen voor een week. Ja, toch Ed? Gaan we samen. Nou, dan heb je de honden die belasten, de vogels. Ja. Nou, de hond die blaft hoor, naar mij. Wat hij ziet. Een stukje van Suriname. Ja, de vogeltjes. Een krietje weer. Ja, dat is heel vroeg. We maken de vogels je wakker. En de honden. Dat is mijn vlog. 25 januari 2000.